President Chandrika Prasad Santokhi roept op om geloof en kracht te putten uit het kerstfeest. Hoewel met het kerstfeest de geboorte van Jezus Christus wordt herdacht, verbindt en brengt dit feest mensen bij elkaar. De president wees tijdens zijn bezoek aan Nikeri er ook op dat in Suriname het kerstfeest niet alleen door christenen gevierd wordt. Dit moet als voorbeeld dienen voor de rest van de wereld. En laat daarmee dan ons geloof in onze schepper versterkt worden. Daarom is het belangrijk die 3 jaren af te sluiten van onzekerheid, van twijfel. Want hier is het moment om in gebed te gaan, kracht af te smeken, bescherming af te smeken, geloof te krijgen dat wij ons land, en zoals we dat uit volle borst net ook gezongen hebben hier zo, dat we het land leiden en zeker wij als regering ons beleid uitvoeren met goddelijk officie, man. President Santokhi drukte de gemeenschap op het hart om zich te laten leiden door de schepper.